Hey, en nu je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb een half om half blote binnengezicht, dus jullie weten al wel weer hoe ver het is. Ik heb jullie laatst al laten weten dat ik af en toe nog een make-up video wil gaan maken. En voor deze nieuwe collectie maak ik graag een uitzondering en maak ik er graag een video van. Want ik heb hier de Friends Care Revolution collectie. Zodra ik zag dat dit uitkwam, moest ik hem hebben. Dus ik heb alle drie de lipsticks. Dit zijn Rachel, Monica en Phoebe besteld. En ik heb het grote palet besteld. Er zitten oogschaduws in en volgens mij ook iets van de highlighters in het midden. Dus ik ga deze collectie samen met jullie testen vandaag. Er zitten ook nog iets van lipglossjes, een hele toffe spiegel en wat toilettasjes in. Maar ik dacht, voor mij persoonlijk zijn dit een beetje de producten die ik wil hebben. Oh ja, en er zijn nog drie losse oogschaduwpaletjes van alle vrouwen. Laat even jouw favoriete Friends karakter achter in een comment. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ik denk dat mijne toch wel Joey is. Maar ik kan niet zo goed kiezen. Laat even die van jou achter. In ieder geval, vandaag ga ik deze collectie dus voor jullie testen. Hij is uit, hij is verkrijgbaar. Dus ik zal de linkjes in de beschrijving plaatsen voor jullie. Maar laten we gewoon lekker beginnen. Ik ga beginnen met het paletten. Deze kost €23,95. Het is dus het grote paletten. Er zijn dus nog drie kleintjes verkrijgbaar. Maar ik ben voor deze gegaan. Er staat hier echt zo heel groot zo'n clipboard op. Dat ze altijd gebruiken bij een film, zo van scene. En ja, hier staat Friends, the television series Care Revolution. The one with dot, 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 dot. Verzin zelf wat leuks. En het is een oogschaduwpalette. Er zitten in totaal 24 kleuren. En in het midden zitten nog drie grote, waarvan ik denk dat het highlighters gaan zijn. Ik heb zelf nog niet verder gekeken voor deze video. Ik heb hem echt hoppakee in mijn winkelmandje gegooid en afgerekend. Omdat ik bang was dat anders de eerste launch gelijk uitverkocht zou zijn. En ik wilde hem gewoon heel graag testen. Maar dit is het palet als je hem eruit haalt. Eigenlijk dezelfde vormgeving. Zo'n plastic verpakking. Dit heeft ook relief zo. Beetje kleine ASMR tussendoor. Ik ben niet van de ASMR jongens. Ik ga me niet vragen op ASMR video's. Maar ik ga hem open doen. Ik heb geen idee of er een kwast kan komen uitvallen. Nee, oké, dat scheelt. Hij is open. Ik ga hem eerst aan jullie laten zien. Dit is het palet. Er zit een hele grote spiegel in. En hij heeft bijna allemaal neutrale kleuren. Maar ook bijvoorbeeld hier zo dat blauw en dat paars. En wat voor namen hebben we? We hebben Ross, Chandler, Joey, Monica, Rachel en Phoebe op de bovenste rij. Dan heb je Gunther, Janice, Carol, Ben, Emma en Richard de rij eronder. Emily, Ursula, Mr. Geller, Mrs. Geller, Julie en Barry. Marcel, Paolo, Fun Bobby, Mike, Mindy en Frank. En dan deze drie middelste kleuren zijn de Ugly Naked Guy, Mr. Heckles en Estelle. Oftewel, alle kleuren zijn genoemd naar de karakters. Volgens mij als je bijvoorbeeld het Phoebe oogschaduwpaletje koopt, zit daar een kleur in die Smelly Cat heet en dergelijke. Dus dat vind ik zelf misschien nog wel leukere namen. Zo, ik had even een hele hoest bij, want mijn stem werkt niet helemaal mee. Maar goed, mijn eerste indruk is in ieder geval dat het voornamelijk best wel neutrale tinten zijn. Maar bijvoorbeeld de kleur Phoebe, love it. Of hier zo, Ursula. Waarom zijn de twee zussen de coole kleuren uit het palet? Maar ook Julie. Ik vind Frank echt heel tof. Dus ja, we gaan hier gewoon lekker mee spelen. Laat ik beginnen met swatches maken van een aantal kleuren. Ik ga niet alles swatchen, want dan ben ik wel even bezig. Maar ik ga in ieder geval beginnen met een paar matte kleuren. Nou ja, dan moet ik dus sowieso even de kleur Phoebe. Ja, de kleur Ursula, die trok direct mijn aandacht natuurlijk. De kleur Julie. Oké, dit ziet er op mijn vingers best wel goed uit. Nu krijgen we weer mijn prachtige swatchkunsten. Ik hoop dat dit goed zichtbaar gaat zijn. Dit zijn de kleuren. Oké, ze worden wel echt wat vagig helaas als je ze swatcht. Je ziet dat het hier echt heel gepigmenteerd is en het steeds minder wordt. Wat op zich logisch is. Maar meestal zijn oogschaduwen toch wel iets langer echt gepigmenteerd dan dit helaas. Dan ga ik verder met een aantal glanzende kleuren. Waarvan ik Janice hier zo heel erg tof vind. Ross is een hele coole groene kleur. En de kleur Frank hier onderin. Deze goud tint. Oeh, dit ziet er heel mooi glanzend uit. Tijd voor de swatch. Ja, dit ziet er beter uit in verhouding met de matte tinten net. Ja, dit heeft gewoon ietsjes langer dat pigment. Ik moet zeggen dat ik vooral Janice echt heel mooi vind, die bovenste.
Maar de andere twee vervagen ook wel weer een beetje. Ik hoop dat ze het op ooglid ietsjes beter gaan doen dan dat ik het hier vind lijken. Oké, jullie zijn lekker dichtbij gehaald. Lekker awkward dichtbij. Maar dan kunnen jullie als het goed is wel de look goed gaan zien. En ik ga met een blending kwast beginnen. Hier zo in deze kleur. De kleur Carol. En die ga ik als transitiekleur in mijn arcadeboog aanbrengen. Je ziet er niet heel veel van terug, moet ik zeggen. En hij is redelijk poederig in de pen. Maar als je hem zo een beetje opbouwt, dan begint hij wel te komen. Het is natuurlijk ook een transitiekleur. Dus het is niet een kleur waarvan ik denk, die moet echt van mijn oog afpoppen. Dit is meer zodat ik straks de rest van de kleuren kan gaan blenden. Met een schone blendingkwast ga ik nu in Mr. Geller. Dat is deze wat donkerdere kleur. En die ga ik echt alleen in de buitenste ooghoek, in de arcadeboog ook weer aanbrengen. Ja, je ziet wel direct iets gebeuren. Maar ik moet zeggen dat het niet heel spannend is. En niet heel veel pigment geeft. Al geeft het nu... Oké, laat maar. Het doet op zich prima zijn werk. Dan ga ik in de kleur Emily. Dat is deze echt hele mooie paarse, diep paarse kleur met glitter. En die ga ik hier in de buitenste ooghoek stempelen. Echt... het ooglid drukken. Oké, ik denk dat deze oogschaduws ietsjes mooier zouden dekken met een basis. Of wanneer je bijvoorbeeld je kwast nat maakt. Of iets dergelijks met setting spray. Alleen, ik wil gewoon graag het oogschaduws op zichzelf testen. Dus dat doe ik in dit soort review video's niet. Maar bedenk je even dat de kleuren dan echt nog een stuk verder zouden kunnen worden. Ik zie wel dat ondanks dat ik aftik, ik toch best wel wat fallout hier veroorzaakt heb. Dus hou daar ook rekening mee. De kleuren zijn echt best wel poederig. Dan ga ik verder met de kleur Ursula. Ik moet echt gewoon de felle kleuren uit dit palet gaan proberen. Ik heb geen idee of de ooglook er mooi mee wordt, maar ik moet gewoon de felle kleuren testen. Deze ga ik dan ook op het middelste deel van het bewegend ooglid aanbrengen. Oké, ik had echt gehoopt dat deze net even wat feller zou poppen ook van het ooglicht af. Want nu is het echt een beetje een donkerblauwe, grijzige kleur. En ik had hem echt net even... Als ik hem zo hier in de pen zie, dan had ik hem gewoon net even wat feller verwacht of zo. Dan dat hij daadwerkelijk op het ooglid terechtkomt. Ik merk gewoon dat de oogschaduws... ze blenden een soort van met elkaar, maar tegelijkertijd vervagen ze elkaar. Zonder dat het gelijk wegvaagt. Ik weet niet, ik ben gewoon... niet zo enthousiast. En dat had ik echt totaal niet verwacht. Want ik vind Revolution geweldig. Ik vind Friends geweldig. Dus ik dacht echt, deze collab is voor mij gemaakt. Maar ik weet niet. Ik vind het tot nu toe een beetje... het is niet slecht. Maar ik ben gewoon beter van Revolution gewend. En misschien heb ik mezelf gewoon te erg opgehyped voor deze collab. Dat het daardoor tegenvalt. Maar tot nu toe denk ik echt, ik heb een beetje een rare grijs paars blauwige blob op mijn ogen of zo. Nu ook, ik blend het nu zeg maar uit. Of ik blend het in mijn huid, laat ik het zo zeggen. En je ziet het bovenste lijntje wel vervagen, maar het wordt gelijk zo... ik weet niet, een beetje patchy, een beetje... Het wordt niet mooi, laat ik het zo zeggen. Ik weet de goede bewoording niet, maar het wordt niet dat ik denk van het wordt hier echt heel erg mooi van. Wat ik nu in ieder geval ga doen is de kleur Ross. Dat is deze groene tint hier zo. Die ga ik aanbrengen op het binnenste stukje van mijn bewegende ooglid. In de hoop dat dit het een beetje gaat fixen, I'm afraid. Ja, het is wel echt een prachtige kleur. En ik moet ook zeggen, als ik dit zo naast die andere kleuren zie, ik hoop dat de camera dat goed oppikt, dan vind ik dit ook echt wel een mooie knallende kleur. Maar misschien dat die ook straks alweer volledig wegblendt. Dus ik durf inmiddels niet zozeer meer echt positief te zijn, maar ik vind dit wel echt een prachtige kleur. Ik bouw gewoon die kleuren daarnaast nog eventjes een beetje op, zodat die ook weer een beetje gaan poppen. En dan is het op zich... niet slecht hoor, maar je moet er gewoon veel meer moeite voor doen dan dat ik gewend ben van Revolution dat ik moet doen. Op de onderste wimperrand wil ik in ieder geval nog een aantal andere felle kleuren gaan pakken. Ik ga beginnen met deze knalroze kleur. Dat is de kleur Julie. En daar ga ik met een stijf oogschaduwkwastje in. Ik tik hem goed af, want ook dit is heel erg poederig. En dit ga ik zo langs de onderste wimperrand aanbrengen.
nogmaals, misschien dat dit niet helemaal een kleurcombinatie look wordt. Maar ik wil gewoon graag de felle kleuren uit dit palet testen. Ik denk namelijk dat niemand echt zit te wachten op een review van de neutrale tinten. Want ja, die zit in zoveel palettes. Die heeft bijna iedereen die iets met beauty heeft inmiddels wel. Dus vandaar dat ik denk, juist dit soort fellere kleuren zijn hetgene wat ik graag test in dit palet. Of in elk palet eigenlijk wat uitkomt tegenwoordig. En ik moet zeggen, ook dit is weer minder fel dan in de pen. Maar ik vind dit wel echt een toffe kleur. Hij matcht absoluut niet met de ooglook. Ik vind het echt een van de afgrijzelijkste ooglooks die ik in tijden heb gemaakt. Maar ja, de roze kleur is goedgekeurd. En daarnaast ga ik verder met deze kleur. Phoebe. Ik moet Phoebe gewoon getest hebben. Ook al is die knaloranje niet het beste plan misschien op de onderste wimperrand. Maar ik ga hem toch hier zo het beginnetje aanbrengen. Ja, dit vind ik wel echt een hele toffe kleur. Ik hoop dat dit goed overkomt. Maar dit vind ik echt heel tof. Als er nou echt een gele kleur in het palet zou zitten, in plaats van alleen maar een paars, of alleen maar een paarse, alleen maar zeg maar deze gouden tint, dan zou ik echt zo'n mooie, warme, regenboogachtige look maken met roze, oranje en geel. Maar ik vind dan juist die glitter uit die goud niet helemaal passend. Maar deze kleuren op de onderste wimperrand, die hebben me wel echt positief verrast. En dan als laatste stap in de binnenste ooghoek ga ik dus die gouden kleur aanbrengen. Dat is de kleur Frank. Of ik Frank nou echt zo'n sprankelende gouden personage vind, weet ik niet. Maar goed, die gaat hier in de binnenste ooghoek. En ook deze is best wel weer heel erg mooi. Ik denk dat we gewoon pech hebben gehad met die kleuren op bovenste wimperrand, op bovenste ooglid. Bewegend ooglid. Mijn hemel, kom echt niet uit mijn woorden. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Ik denk ook deze kleuren gewoon pech hebben gehad. Want die groen is wel heel erg mooi. Dus ik denk, ja, het is ook niet zozeer de matte kleuren. Want op de onderste wimperrand is het ook mat. Ik weet niet. Ik heb echt een beetje een heel erg wisselende mening over dit palet. Dus ik kan jullie ook niet echt een uiteindelijke conclusie geven van ja kopen of nee niet kopen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan vinden. Goed, ik heb nog een laagje mascara aangebracht op mijn bovenste wimpers. En dan is dit dus de final look. Ja, ik vind het niet mijn beste look in tijden. Maar dat was inmiddels wel duidelijk. Ik ben heel benieuwd wat jij van dit paletten vindt. Hij kost dus €23,95. Er staat een linkje in de beschrijving. Ik weet niet of ik er nog heel veel bij ga pakken. Of dat ik het gewoon een leuk collectors item vind. Want hij ziet er wel heel erg tof uit. Dus hij is misschien alleen al leuk om ergens neer te zetten. Maar ja, ik ben niet echt heel erg enthousiast. Hopelijk word ik wel heel erg enthousiast van deze drie lipsticks. Ik heb hier dus Rachel, Monica en Phoebe. Van de lipsticks zijn er alleen deze drie. Van de lipglossjes zijn er 6. Ook de mannen. Maar ik heb graag een lipstick. We gaan in ieder geval beginnen met Rachel. En dit is het doosje. Zij heeft dus de bekende bank op haar lipstick staan. Of in ieder geval op het doosje van de lipstick. De lipstick zelf, oké, die is metallic-achtig. Roze met Revolution erop. En hier aan de achterkant Rachel. Er staat een lipje op de bovenkant. En hij loopt zo een beetje schuin. Ik moet zeggen, ik had liever gehad dat ze dit hadden doorgetrokken in de verpakking. Maar goed, het is dus wel echt een kleurtje wat mij waarschijnlijk niet heel goed zal gaan staan. Maar we gaan hem gewoon opdoen. Ik zal eerst even een swatch maken op mijn arm. Oké, hij voelt wel heel goed en lekker aan. Maar het is dus echt een hele koele paars tint. Hij ruikt niet echt ergens naar of zo. Dus het is ook niet dat je denkt van, oh, wat een nare geur. En op mijn lippen ziet hij er vervolgens zo uit. Het is echt wel een mooie matte kleur. En ik hou heel erg van mat. Hij staat op zich ook wel bij de ooglook. Omdat daar natuurlijk ook paars in zit. Maar paars is gewoon niet mijn persoonlijke voorkeur. En mijn kleur. Dus let daar even niet op. Het is verder gewoon echt een prachtige kleur. Hij dekt heel erg goed voor zo'n paars tint. Dus ja, heel erg leuk. Ik weet niet zozeer of ik dit een kleurtje vind wat Rachel zou dragen. Misschien ook weer wel. Want zij is wel een beetje degene die daarmee het meest experimenteert, denk ik. Maar ja, ik kan me niet herinneren dat ik er ooit een paarse lipkleur heb zien dragen. We gaan in ieder geval kijken naar Monica. En Monica heeft natuurlijk het bekende lijstje om de deur op haar verpakking staan. De lipstick heeft dezelfde kleur van de huls. Hier staat alleen Monica op. En hier is deze lipkleur. Dit ziet er veel meer uit als iets voor mij. Ja, dit is echt een mooie
roze tint. We zullen hem even vergelijken met Rachel. Ja, dit is echt gewoon een mooi alledaags roze nude kleurtje. Bij mij is die misschien zelfs niet heel erg nude, maar echt wel roze roze. Meer richting het Barbie roze, maar dan wel mooi draagbaar. Ik ben zelf niet zo snel van de roze lipsticks, maar ik vind deze echt heel erg mooi. Het voelt ook gewoon heel erg lekker aan op mijn lippen. Ze brengen heel erg makkelijk aan. Dus in verhouding met het oogschaduwpalet ben ik hier echt heel enthousiast over. En dit is absoluut van deze twee mijn favoriet. Maar we hebben natuurlijk ook nog Phoebe. En Phoebe heeft op de verpakking de taxi staan. Hoe kan het ook anders met Phoebe de rijkunsten? Deze verpakking ziet er ook weer hetzelfde uit. Alleen staat er hier dus heel groot Phoebe. En dit is de lipkleur. Dus deze is echt wel een stukje donkerder. Wauw. Oké, deze kleur vind ik echt heel mooi. Misschien voor niet iedereen op elke dag, zeg maar. Op dagelijkse basis of elke dag. Ik kwam er een beetje verkeerd uit. Maar goed, we gaan hem wel even swatchen. Want dit vind ik echt wel een hele mooie. Wauw. Oké, deze twee zijn absoluut mijn favoriet. Rachel is de minste van de drie. Ik denk dat dit nog wel eens echt een kleurtje voor mij kan gaan worden. Oké, laten we hem aanbrengen. Deze kleur is echt prachtig. Ik zou dit het hele najaar echt heel erg graag met alle liefde dragen. Ik weet niet zozeer of ik Phoebe of Monica nou mooier vind. Ik vind het wel grappig, want Phoebe is duidelijk ook richting paars. Maar nu kun je wel goed zien dat dit een warmere paars is. En Rachel was echt cool paars. En dat is gewoon niet zo mijn ding. En dat staat mij niet zo goed. Terwijl dit is echt, I love it. Met deze ooglook weet ik het niet zozeer. Maar ja, de lipsticks, echt waar, absoluut een aanrader. Die zou ik jullie allemaal kunnen aanraden. Qua prijs kosten ze €6,95 per stuk. Dus ook echt een prima prijsje. En ik denk dat ik ze in de doosjes ga bewaren. Want die vind ik stiekem toch echt wel heel erg leuk. En dat was dan alweer mijn review van de Friends Care Revolution collectie. Ik heb natuurlijk niet de hele collectie getest. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jouw mening is. Ik ben zelf heel erg enthousiast over de lipsticks. Het oogschaduwpalet helaas wat minder. Ik gok dat ik deze misschien gewoon ergens tof zo neer ga zetten. Ik bedoel, hoe gaaf staat dit gewoon zo in je kamer? En de lipsticks ga ik absoluut opnieuw gebruiken. Behalve Rachel. Maar daar kan ik vast wel een vriendin blij mee maken. Ik ben benieuwd of jij toevallig ook producten uit de Friends collectie hebt. Misschien wel andere dan ik. En wat jouw mening daarover is. Of je door deze video misschien wel de producten wil aanschaffen. Laat het even weten in de reactie. En laat eens even je favoriete Friends karakter, personage. Mijn hoofd werkt niet helemaal vandaag. Laat die even weten in een reactie. Doe natuurlijk nog een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren als je nieuw bent. Het is helemaal gratis en je helpt mij er heel erg mee. En dan zie ik je graag terug bij een volgende video. Doei doei!